moment dat er een alarmoproep klinkt. Dan spring je echt op van je stoel. Neem de telefoon op en het is een machinist en ik ben de eerste die spreekt. Er is een aanrijding geweest tussen een vrachtwagen en een trein. Er is gelukkig alleen materiële schade. En dan? Mijn snelheid van handelen heeft grote gevolgen voor de mensen buiten. Of ze een doktersafspraak nog wel halen, sollicitatie bijvoorbeeld mislopen of een vlucht missen. Ja, dat is best indrukwekkend als je daarover nadenkt. Wij monitoren 24 uur per dag, 7 dagen in de week het treinverkeer. En als alles goed gaat, dan sta je niet echt onder druk. Maar van het ene op het andere moment kan het misgaan. En dan moet je gelijk scherp zijn en stressbestendig. Want dan komt alles bij elkaar. Van een lege telefoon tot 20 belletjes tegelijkertijd. En dan is het aan jou om te filteren wat belangrijk is en wat niet. We zijn een heel erg team en je leert elkaar goed kennen. Vooral op momenten dat het rustiger is, ben je gewoon gezellig met elkaar in gesprek. Alleen op het moment dat er echt wat aan de hand is, moet je blind op elkaar kunnen vertrouwen. En dan is het aan jou om van die drukte weer een rustige situatie te maken, zodat de dienstregeling weer soepel verloopt. We hebben een van de drukste en beste spoornetwerken ter wereld. En dat ik daar als trainingsleider een steentje aan bij kan dragen, dat geeft ontzettend veel voldoening. Lever net als Erik een bijdrage aan een duurzamer en mobieler Nederland. Word treinverkeersleider bij ProRail.